Goedemiddag, het is vandaag vrijdag. Mijn hele planning is vandaag helemaal veranderd. Ik zou eigenlijk vandaag met een vriendin meegaan, Marenke. Want die zou een tattoo zetten en zij wou eigenlijk dat ik met haar meeging. Maar dat kan helaas niet, want er is iets tussen gekomen. Dus ik ga zo naar Honey toe. We gaan samen naar de stad en ik ga haar helpen met make-up kopen. Want ja, ze heeft er niet zoveel verstand van, dus ze wil altijd dat ik haar help. Dus we gaan denk ik samen naar de Bijenkorf en dan gaan we daar lekker make-up voor haar kopen. Volgens mij weten de meesten het al die mij op Snapchat en zo volgen. Maar ik heb een beugel, jongens. Oké, besef, ik ben gewoon zonder ontbijt naar buiten gegaan. Het is nu 5 uur. Ik heb echt heel erg honger eigenlijk. Maar ik heb toch besloten om niks te halen. Want kijk, ik ben eigenlijk gestopt bij een tank. En ik wou gewoon even wat halen snel. Maar je hebt niks gezonds. Niet alleen niks gezond, maar het is ook niet echt lekker. Dus ik ga het gewoon niet halen. En ik ga nu even honing ophalen. En dan gaan we gewoon even lekker uitgebreid eten. Lijkt me veel beter. En ik weet niet of ik het al heb gezegd, maar jongens, ik heb een beugel. Een onderbeugel. Het is een onderbeugel en lijkt me logisch waarom ik het heb gezet. Ik heb scheve ondertanden. En ik heb altijd heel rechte tanden gehad. Maar op latere leeftijd zijn mijn verstandskiezen er doorheen gekomen. En zijn mijn ondertanden wat schever gaan staan. Dus daarvoor heb ik nu een beugel. Ik heb heel veel vragen erover gehad. Van krijg je het vergoed, bla bla bla. Ik ben heel goed verzekerd. Dus ik krijg het gedeeltelijk vergoed. Niet helemaal. En de rest moet ik zelf bijbetalen. Dus als je een beugel wil, check even je zorgverzekeraar. Vooral als je 18 plus bent. Kan dat je gewoon in aanmerking komt voor een vergoeding als je goed verzekerd bent. Ik moet de beugel waarschijnlijk een half jaar lang. Het is een schatting. Maximaal 10 maanden. Maar ja, als ik na 6 maanden zelf zie het zo recht staan, dan wil ik hem eigenlijk ook gewoon gelijk eruit. Want ik ben het nu al beu. Ik moet je eerlijk zeggen, ik kan bijna niks eten. Ik was gisteren bij Saranda en ik kan zonnepitten eten. Nou, dat gaat dus echt niet met een beugel. Daarnaast, de binnenkant van mijn mond is gewoon helemaal beschadigd. Ik heb helemaal bladen hier aan de binnenkant. En dat is echt geen pretje, geloof mij. Dus dat is het een beetje. Daar wou ik jullie even over informeren. En ik twijfelde echt zo lang al over een beugel. Natuurlijk ook omdat ik 26 ben en nu nog een beugel neem. Ik twijfelde eigenlijk zelf tussen facings en een beugel. Want ik ben toch voor een beugel gegaan en daar ben ik echt heel blij mee. Ik moet nu wel even een paar maandjes wikkelen. Ik heb gewoon goede gezonde tanden. Dus ik dacht, ik neem gewoon lekker een beugel. Daarna ga ik ze weer lekker bleken. En dan heb ik gewoon een mooi gebit van mezelf. Waarom zou ik facings nemen? Ik ga jullie even uitleggen wat ik echt heel fijn vind aan deze beugel. Ik klemde altijd mijn kaken heel erg op elkaar. En het voelde altijd heel erg stijf aan. Ik had echt pijn in de spieren bij mijn kaken, zeg maar. En vooral als ik wakker werd, waren ze echt super stijf. En het is gewoon, het doet gewoon pijn. Het is gewoon een irritant gevoel. En ja, je kaken voelen gewoon heel gespannen aan. Had ik elke keer bij het wakker worden. Maar nu ik dus een beugel heb, heb ik daar geen last meer van. Dus daar ben ik echt super blij mee. Ik kan mijn kaken gewoon niet meer klemmen. Ik ben trouwens echt aan het sparen voor een nieuwe auto, hè. Ik wil echt zo graag een nieuwe auto. Niet heel nieuw, maar nieuwer dan deze. Want deze is wel echt heel oud. En ik heb deze eigenlijk alleen maar gekocht om te leren autorijden. Want ik had een beetje angst voor autorijden. En toen heb ik een auto gekocht met automaat. En ik heb er echt in leren rijden. En ik durf nu overal te rijden. Ik durf niet op de snelweg. En durf ik nu ook allemaal. Dus nu denk ik van, het is nu wel tijd voor een upgrade. Dus daar ben ik nu even voor aan het sparen. En het wordt niet echt een nieuwe gekke auto of zo. Het wordt gewoon een nieuwere auto. Ik denk dat ik het ook gewoon bij Volkswagen Polo hou. Want die vind ik gewoon fijn. Maar ik wil wel echt een automaat. Ik ga rijden, jongens. Doei. Even serieus. Kijk mijn fucking nagels. Ik heb Michelle meteen geappt dat ik een afspraak nodig heb. Rotterdam West. Jongens, kijk. Ik heb hier gewoond. Aan de Viambachstraat. Hier precies. Boven de Libara winkeltje. Hey meneer. Hi hon, ik ben er. Waar ben jij? Ik ga binnen. Kom eraan. Is goed. Doeg. Bij een baklava atelier. Dat is echt super mooi hier. En ik heb baklava gehaald voor Nessim. We zijn nu bij een bokzaakje. Wok 24. En ik heb net mijn eigen wok samengesteld. En ik heb lekker kip genomen met zwarte pepersaus en rijst. Ik had er echt heel veel zin in, want ik heb echt een trek, jongens. Ik heb nog niet iets ontbeten. Dus dat is het. En Honey is nu een bestelling aan het doen. Volgens mij gaat ze ook gewoon een wokgerechtje nemen, want eerst was ze lumpia's. Dit heb ik besteld. Wok met kip. En Honey heeft wok met garnalen. Super lekker. Eet smakelijk. Dankjewel. Dank je. Ik had een lepel gekregen, maar ik kan echt niet met een lepel eten. Ik moet echt een vork hebben.
Dan, we waren net in de auto en ik werd herkend. Dus iemand ging naar mij zwaaien. En die was best wel... Ja, die keek heel happy naar mij. En Honey ging helemaal stuk. Zegt ze, ik snap echt niet waarom mensen zo gelukkig naar jou kijken, hoor. Shit, ik snap dat niet. Ze is voor mij een heks, hè. Wil je nou aan mijn volgers vertellen dat ik eigenlijk een heks ben? Hè? Nee, ik hou van jou. Maar ik ben een kleine heks. Weet je wat is? Honey kent mij goed. En ze snapt dus echt niet waarom iemand gelukkig naar mij kijkt. En meestal heb ik ruzie met iedereen. Ik heb met Honey samengewerkt en wij hadden samen eigenlijk altijd ruzie met de rest, hè. Dat is echt niet normaal. Maar er zijn ook mensen die van mij houden. Ongelooflijk, ze kijkt echt gelukkig. Ze was wel schattig, eerlijk. Oh, ze was schattig. Lieve ja. Meid, lieve meid. Ik heb nog nooit een vrouw zo gelukkig naar Mirna gezien. Kijken, nog nooit. Okay, ik ben gepakt bij de Bijenkorf. We gaan even langs, want Honey wil make-up van MAC kopen. En ik ga haar daarbij helpen. Want jij wil foundation en Hon? Foundation blush en lipstick van MAC. Dat gaan wij nu dus doen. Ik zie hier welke kleur. Staat die bij ons in het systeem? Maar je kunt toch uitproberen? Ik denk dat u... Oké, okay, we zijn nu even naar buiten gelopen, want dan kan zij zien hoe het eruit ziet in het daglicht. Hoe vind je? Mooi, dit is de tweede keer dat ik met jouw make-up koop in mijn leven. Nu heb je ook concealer op, hè? Ja. Jongens, het is nu, hoe laat is het ongeveer nu, Hon? 20:32. Ja, en we zijn nu bij Honnie thuis. We gaan lekker even wat drinken, even met je eten en dan ga ik weer naar huis. Oké, wij zijn hier klaar en ik ga nu naar huis en Honnie wil heel graag mee, hè? Ja, we gaan nog even met chillen en ja, dat is het eigenlijk. Niks bijzonders, ik ben vet moe. Ik weet niet eens waarom. Maar ik ga even lekker naar huis met Hon. Oh ja, ik ga straks dan voor het slapen gaan. Ga ik even een maskertje opdoen van May Beauty. Die ga ik vandaag ook even uitproberen. Heb ik besloten. En mijn huid is er slecht aan toe, zoals jullie weten. Dus het komt mij heel goed uit. Ja. Kunnen ze nog wel naar de nachtwinkel, hè, Hon? Ik heb in mijn buurt ook nog een nachtwinkeltje. Ik zie jullie straks. Doeg! Oké, ik weet niet of ik het al heb gezegd, maar dit truitje is van LA Sisters. Ik ga nu even mijn gezicht reinigen. En dan ga ik een maskertje opdoen van May Beauty. Ik laat jullie het even zo zien. Kijk, het gaat met een maskertje. En het is de Peel Off Mud Mask. Zo, ik kan het echt niet uitspreken. Maar ik ga deze nu uitproberen. En het komt mij echt super goed uit. Trouwens, let niet op mijn nagel, die is afgebroken. Komt me echt super goed uit, want ik heb dus een heel vettig huid op het moment. En kijk eens, removes oil. Dus ik heb het echt nodig, ik ga het uitproberen. En ik ben echt benieuwd. Ik heb mijn gezicht nu gereinigd. Mijn oogmake-up zit er nog wel op, die haal ik straks meteen met het maskertje eraf. Maar ik heb mijn gezicht wel gereinigd. Even kijken. Engels. Het masker trekt in de huid en verwijdert onzuiverheden en dode huidcellen die vastzitten in het poriën. Het laat een schoner, zachter en mooiere huid achter. Hey, let's go, jongens. Ik ben hier echt benieuwd naar. Even kijken hoe het eruit ziet. Kijk, dit zit erin. Volgens mij is het zo'n zwarte masker. Ja. Ik wil eerlijk zeggen, ik vind het in een zakje vind ik het best wel onhandig. De vorige keer kreeg ik een maskertje in een bakje en dat was wel echt super handig. Maar dit vind ik wat minder. Staat er dus op dat het gezichtsbeharing ook verwijderd. Dan kan ik meteen mijn bovenlip harsen. Oh, ik moet wel echt oppassen voor mijn wenkbrauwen. Oh mijn god. Oh mijn god! Dit vind ik een beetje eng op mijn neus, als ik eerlijk moet zijn. Maar ik heb het heel zwaar nodig op mijn neus. Dus we gaan er gewoon voor. Ik heb al eerder trouwens zo'n zwarte masker uitgeprobeerd. Maar die was uit Turkije. Die was best wel slecht. Ik laat jullie zo wel zien welke het was. Maar die was best wel slecht eigenlijk. Hij deed niet wat hij moest doen, zeg maar. Dus ik ben benieuwd of deze gaat werken. En ik denk... Eerlijk gezegd dat deze echt goed gaat werken bij mijn huid. Aangezien ik zo'n vettig huid heb nu. Ik denk dat zo'n peel-off mask nu echt gewoon ideaal is voor mij. Zo. Handen wassen.
En dan ga ik dus 30 à 45 minuten wachten tot hij opdroogt. En dan ga ik hem eraf trekken. Ik ben echt benieuwd of het gaat werken. Daarna ga ik even lekker mijn gezicht wassen. Dus ik ben even vergeten te zeggen, maar als je dit maskertje ook wil uitproberen van MeBeauty. Dan kan dat ook. Ik heb namelijk ook een kortingscode voor jullie geregeld. En dan krijgen jullie 30% korting bij het aanschaffen van dit product. En een kortingscode ga ik netjes voor jullie noteren in de beschrijving. Dus daar kun je het vinden. Het is echt 3 kwartier later. Ik kan niet eens meer normaal bewegen. Hij is echt super hard geworden. Ik kan niets meer doen. Oh, er kan wel, maar het doet pijn, zeg maar. Dus ik ga beginnen. Ik weet niet goed waar ik moet beginnen. Oh mijn god, ik ben echt bang nu. Heb ik nou te dun gedaan of zo? Wacht even, ik moet. Wajo, what the fuck is dit? Oh, dat doet pijn. Auw. Oh, heftig. Ik heb nu ook hier puistjes of zo van gekregen, hè? Ah. Oh, ik durf niet meer. Auw. Ah. Ik moest echt mijn bovenlip eerst ontharen. Oké, waar zit die aan vast? Wat is dit? Ik heb hier helemaal geen haar. Waarom doet het zoveel pijn? Oei, joh, het doet echt overal pijn. Maakt niet uit of je haar hebt of niet. Auw, god. Auw. The fuck is dit, man? Zo, wat komt hier allemaal vanaf dan? Dit is van mijn voorhoofd. Zo, dit is heftig, jongens. Dit is echt heftig. Kijk of mijn gezicht rood is. Kijk, mijn gezicht is wel een beetje rood geworden zoals je ziet. Dit was nog best wel nat blijkbaar. En hij doet wel pijn, moet je eerlijk zeggen. Het ligt zeg maar... Wauw. Kijk, ik heb hier gewoon rode plekjes. Maar, ik maak geen grap. Mijn huid voelt nu echt zo zacht aan. Ik heb al eerder gezegd, ik had een keer zo'n zwarte masker gekocht. Van Turkije. Maar mijn huid voelde niet... Zo, nadat ik de masker op had. Dit is echt een super fijn gevoel. Ik heb echt het gevoel alsof ik een nieuw huidje heb. Kijk het verschil. Eraf wassen. Dit is echt een fijn gevoel. Ik had het niet verwacht. Maar, ik laat jullie even zien. Ik wil echt even kijken wat er allemaal van afkomt. Oh, zien jullie dat? Al die puntjes. Oké, jongens, ik heb mijn gezicht helemaal gereinigd en ik heb er lekker vitamine C op gesmeerd. En ik moet zeggen, mijn huid voelt echt super lekker aan. Ik heb echt een babyhuidje gekregen. Ik heb nog wel een beetje rode plekjes op mijn wangen, omdat mijn huid ook echt gevoelig is. Masker ook best wel agressief, ik moet je eerlijk zeggen, maar het werkt wel. Ik ben benieuwd op hoe mijn huid morgen eruit ziet. Ik denk dat het echt... Heel mooi is als ik morgen zeg maar foundation en zo op, dat ik echt een heel egaal huidje heb. Ik ben hier echt super blij mee. Dus thanks MeBeauty. Wil jij deze masker ook? Ik heb een kortingscode voor je zoals ik al zei. Die staat in de beschrijving. Ik ga je bij ook meteen de vlog afsluiten. En ik zie jullie morgen weer. Doei doeg. Mwah.